En hij spreekt Pieter, man. Ik moet weg uit deze stad, man. Ik moet weg. Het wordt te heet onder de voeten, man. Wow, zend me een locatie. Waar ben je? Man. Ik ben al een paar dagen aan het varen. Niet snel eens kunnen regelen. De tering, man. Maar volgens mij is de kust in zicht. Ik hoop maar dat Ennis er staat. Oh, man. Ik ben helemaal zeeziek van dit. Hier word je toch moe van, man. Onderweg naar de veelbelovende stad. We komen al dichtbij. Dit moet blijkbaar dus Amsterdam zijn. Oh, man. Ik kon beter meereizen op een zeehond. Was ik nog sneller hier geweest, man. Wat voor boot hebben ze me ook meegegeven, man. Oh, man. Het is wel weer donker en alles. Waar de fuck moet ik zijn? Hallo? Oh, ik moet stoppen. Oh. Wat een kutboot, man. Yo. Hey, wat in de Andrew Tate is dit, man? Ben je kou gegaan, man? Ja, man. Ik wil je alles uitleggen. Oh, kijk. Zo. Lang niet gezien, man, bro. Vaak, hè? Lang niet gezien, man, bro. Geef me een knuffel, man. Oh, ja, dear, man. Je bent er weer, man. Ja, maar kom, loop mee. Oh, de. Welkom in Amsterdam, ouwe. Oh, de. Wat vind je van mijn nieuwe look? Je nieuwe look, maat. Jij hebt Andrew Tate filmpjes zitten kijken. Nee, maat. Wat dan? Ik heb gewoon... Bro, hoe lang heb je me nu al niet gezien? Oh, een tijdje, man. Maar hoe ben je ineens helemaal kou en shit? Ja, bro. Ik moest onderduiken, toch? Ik had wat problemen met een paar maffiabazen daar zo. Dus ik Maffiabazen. Je had gewoon een grote schuld, man, bro. Je skeren, motherfucker. Ja, dat zeg ik toch. Ik had problemen... Wat? Wat zei je? Noemde je skeer, maat. Niet nu beginnen, hè. Niet nu beginnen, man. Fake ass en de route dat je er rondloopt, man. Kom op, man. Oh man, hebben ineens. Oké. Oké? Zeg maar, bro, ik ben niet voor niks gevlucht, toch? Mannen hebben ineens Ganu. Ja, maar ik ben niet voor niks gevlucht, bro. Ik ben op mijn hoede. Daarom ben ik afgegaan. Trek! Fucking bril, jongen! In je bril, in de zee, lekker. Maar trek nooit. Je moet niet denken dat je nu ineens in een andere stad bent. Je kan wapen. Wat is er dan? Je denkt je bent in een andere stad. Je stad, je kan wapen op mij. Ik ben. Je denkt ik kan niet vechten. Doe je hier. Hoppa, liggen! Niet vergeten, hè? Niet vergeten waar je vandaan komt. Normaal doen of niet? Schiet! Ik doe het, hè? Maat, niet gek doen. Maat. Oh. Kom, we moeten weg. Natuurlijk moeten we weg. Maar waarom moet je schieten? Ja, jij daagt mij uit. Je daagt mij. Maat. Waarom reed je zo snel? Niet zo snel rennen. Ja, je kon niet gewend van jou. Oh, mannen hebben ook auto! Mannen hebben auto! Wat is een nieuwe Bambi? Hey, doe je deur open. Hey, egoïst! Jeet, trap je raam eruit, maat. Oh, mannen hebben Bam. Oh, dit is eentje met snelheid, hè? Deze is met snelheid, neef. Ik heb deze wel zelf getuned. Hé, luister dan, voordat we weggaan. Ja. Oh, ik heet hier Badr Hari, snap je? Ik kan mijn eigen naam hier niet gebruiken. Wat? Hoe heet hij hier? Gewoon Badr Hari. Maat, je hebt niet eens een vlek op je rug. Ja, dus? Ik hoef toch niet op hem te lijken? Ik lijk gewoon een beetje op een baardje, kaal, gespierd. Dus wacht, stop je auto hier. Wacht even. Dus als ik het goed begrijp, ja. Als ik het heel goed begrijp, ja. Ben je gevlucht vanuit een andere stad hier naartoe? Ja. Je komt hier, je denkt, ja, ik heb een dekmantel aan nodig. En je noemt jezelf, what the fuck is dit? Yo. Kan ik je ergens mee helpen? Nee, maar ik zag jullie staan. Gaat het goed allemaal? Ja, hoor, gaat goed. Ah, is goed. Ja, vaak was dat. Weet ik veel. Maar goed. Ga verder met je verhaal. Dus jij komt hier in de stad en je hebt een dekmantelnaam nodig en je noemt jezelf Badr Hari. Ja, bro. Dat is toch iets wat je niet... Luister dan, maat. Waarom staat hij daar nog... Ik vertrouw dit niet. Stap in. En laat mij een keer rijden, man. Nee, jij gaat niet in deze auto rijden, maat. Maat, kom op, man. Waar staat dat op? Dit is mijn enigste auto. Dit is mijn enigste auto, bro. Kom op, man. Oké, als we hier weg zijn. Deze Wacky Blast, 3 barkje nog wat. Dus je toch? Je moet deze met zorg rijden. Met zorg? Bro, doe niet alsof je goede drijver bent. Wil je bij de mee in mijn osso zien? Ja, toch? Zo, je toch? Ik woon nu in de hills. Je toch? Oh, mannen hebben... Wacht even, mannen hebben Ganu, huis en hills. Kijk, ik...
ik ga je wel eerlijk zeggen. Ja? Ik heb wel het geld geleend, zeg maar, van iemand. Ah, het ben hetzelfde probleem weer. Maar ik ga dit keer gewoon goed fixen. Je toch, ik ga hem gewoon terugbetalen. Niks aan de hand. Een paar bankjes hier en daar. Dit zit. Ah, maar tot die tijd ben ik wel Young Stunner, gewoon, toch? Young Stunner, toch. Maat, pas nou op. Oh, niks aan de hand, niks aan de hand. Je weet, ik ben drijver. Oh, nee, maat, ik ben drijver, maat. Schijt die. Hey! Oh! Gaat niks aan de hand. Hey, zijn er geen flitspalen hier? Gelukkig niet, man. Oh, daarom, laat mij even een rondje rijden, man. Kom op, man. Ineens doe je arrogant, man. Kijk, man. Echte man achter het stuur nu. Rij naar mijn huis. Deze heeft snelheid, hè? Hij heeft snelheid, man. Wow. Hey, maat. Hij stuurt wel snel, dus daar heb je geluk mee. Tjus. Deze auto is wel eng, hè? Ja. Zie niet die kenteken. 181 Badder. Oh, maat. Ik vind het echt een slechte dekmantelnaam die je kan hebben. Ja, maar ja. Auw, mijn auto. Niet kassen, jongen. Hier is het. Ah, ik kras niet. Hier is het. We rijden er langs. Wat doe je? Vang je. Niks aan dan. Oh, man. Oh, dit is wel een appartement, hoor. Ja, neef. Wat vind je ervan? Nice, man. Ja, man, het is een nieuwe stekkie. Hij heeft me wel een milli gekost, maar weet je toch? Hoe de wat een milli? Ik heb toch geleend, jongen. Hoeveel? Kijk die view. The city is mine, bro. Nee, bro. De city is van de persoon waarvan je geleend hebt. Wil je mijn setup zien? Setup? Ja, kom. Ik stream ook wel eens, kom. Ik heet Badder Harry op Twitch. Oh, wat is deze echt? Oh nee, dit is mijn kleedkamer. Of mijn... dat. Wat? Dat zie jij zelf, man. Wat de fuck was dat? Dit is mijn bedkamer. Hoe noem je dat? Oh, mijn kamer. Waar ik in slaap. Slaapkamer, maat. Slaapkamer. Dit is maat. Dat is echt niet goed. Dat gaat echt niet goed met jou. Heb je een trui of zo even? Hey, Hendrik, je pakt iets duurs, hè? Ik heb ook Versace daar liggen, namelijk. Wat ga je pakken? Oh, hij pakt natuurlijk weer de Versace trui. Oh, Versace, man. Deze komt rechtstreeks van de Bristol, man, gek. En dan? Maat, laat het nou niet lijken. Wie is schooien, bro? Wie leent je geld hier? Wie stopt kleding? Kijk mijn setup hier. Oh, dit? Colored, hè? Twee beeldschermen. Speakertje erbij, lappie. Nu nog even kijkers fixen. Ja, wat? Bro, luister dan. Yo. We zitten wel met een dingetje, man. Wat dan? Ik wil niet per se in problemen komen hier in de stad. Aha. Maar we moeten wel iets gaan overvallen of zo, man. Dat is zeker mogelijk, maat. Let's go then. Maar wat wil je overvallen? Ik weet niet, maar wat er valt te overvallen, man. Winkeltje of zo. Heb je een mesje of zo? Maat. Ja, je bent zo? Je wilt gewoon winkeltjes overvallen met kanon, niet eens mes? Het gaat goed, hè, playboy. Het gaat goed, hè? Ah, bro. Nou, maat, ik ga je in ieder geval niet meer laten rijden. Tenminste, misschien mag je zo rijden. Want ik moet... We gaan sowieso even outfit moeten switchen. We gaan maskers moeten halen. En dan moet jij wel rijden eigenlijk. Want ik ben degene die ze gaat handboeien, weet je toch? De hostages hebben namelijk. Oké, maar wil je met deze auto gaan overvallen? Ja, dat is het enige wat ik heb, maat. Ik ben niet zo rijk. Oh, fuck it. We doen het gewoon. Ja, we gaan outfits moeten hebben, maat. Netjes ingepakt. Hey, zie je nog wel eens Mo Piraat en zo? Jawel. Maar die man... Dus... Die Mo Piraat die zit nu in een... Moet je niet doorvertellen, hoor. Maar die zit nu in een psychose. Samen met zijn vrienden. Hij heet nu Mo met Ali. Dat hoor ik allemaal. Ah, oké. Okay. We hebben de outfits aangepast. Vind je van mijn auto? Laat me hem even zien, dan. Wish. Hey, je loopt een beetje mank, man. Heb je honger of zo? Ja, bro. Geef me een beetje eten. Kijk, zo'n broekje van de zaak. Je ook drinken? Ja, man. Luister dan. Kopje erbij, ja, neef. Je gaat nu moeten rijden. Ik heb het wapen. Ik ga anders geef je mee, wapen, ga jij lekker rijden, joh. Ik vind jouw mooie auto. Kijk, Peter, ik vertrouw je. Ik zweer het je. Maar met een wapen van 6 ton, die ik heb geleend, zeg maar, vertrouw ik je helaas niet. Maar auto kan nog wel. Oh. Kom. Ik ben nog niet klaar met auto. Ja, ik ga rijden, joh. Ik zie het al. Mijn man heeft wapen. Is ineens een baby geworden. Oh, ik mag blij zijn dat ik in zijn auto... Oh, maat, stumpet, man. Deze auto zou je nooit kunnen betalen, neef. Maat? Ik ga hem nu rechtstreeks op een muur afrijden, totdat je sorry zegt. Ben je dat zeker, Enes? Peter doet niet. Goed zo, rem af. Begin te rijden. Maar jij maakt me hoofd veel moe, hè. Oké, wat moeten we? We gaan hostages fixen. We moeten hostages hebben. Maar waar kunnen we het beste hostages vinden? Yo! Bro! Yo. Yo, wil je racen? Ah, jongen, jij gaat mij niet eens uit kunnen racen, man.
Bro, laten we hem eerst even wassen, ja man? Dan is die iets dikker. Bro, hoeveel wil je zetten? Ja, ik heb 3 miljoen op mijn pasje, dus zeg maar. Hoeveel? Je mag je handen omhoog doen, hè? Handen omhoog! Je gaat niks wassen! Je gaat niks wassen! Waarom moet dit nou weer, man? IP, drijf. Maar wat zei je nou? Zeg maar, eruit racen? Volgens mij ga je niet heel erg door racen meer, maat. Volgens mij ga je niet. Ja, wat is dit? Ja, maat. Het is, laat ik het zo zeggen. Hoe heet je? Mijn naam is Peter, man. Wat? Wat? Wat is je achternaam? Jansen. PTJ. Oké. Ik weet het nog iets. Ik weet het niet. Maar goed, PJ, Peter Jans. Ik zal het eventjes uitleggen. Het is niks persoonlijks. Ja, zeg dus. Ja, nee, we hebben het al gezegd, maat. Het is niks persoonlijks. Ik dacht ook, nou komt het. Het is niks persoonlijks. Snap je? Het is gewoon, je was gewoon op de verkeerde tijd, verkeerde plek. Je had gewoon hostage nodig. Je wilt gewoon even geld verdienen. Ja, hier heb je er nog één. Hé, hey, meneer! Hey! Goeiedag! Arnaldo! Handen omhoog! Zet hem erin! Natuurlijk. Ja, waarom? Wow, je bent... Nogmaals, hoe heet jij? Wie, ik? Ja. Pieter Post, man. Ik heb alleen geen rood busje. Luister dan. Het is, Pieter, ook voor jou. Het is niks persoonlijks, maar verkeerde tijd, verkeerde plek. Peter was het, toch? Ja, zeker. Nee, dat ben ik. Wacht, ik ben Pieter. Ik ben Peter, man. Wat wil je vragen? Voor mij vertellen jullie echt de naam niet. Jawel, wil je mijn ID zien? Ja, precies. Wil je mijn ID zien? Ik ben Peter, die andere man is Pieter. Okay, ik ben Pieter. Ik heet Pieter Postman. De allereerste die je gepakt hebt, die heet Peter. Niet zo hard praten, bro. Politie is dat dan, man. Oh, ja. Oké, luister. Maar wat wil je vragen dan? Jullie hebben allebei, of in ieder geval jij wilt je auto op slot zetten, toch? Ja, man. Kan je even, ja, je zit geboeid, hè? Kan je met je rechterhand even in je rechter broekzak voelen, in je achterzak? Ja, hoe moet ik dat voelen? Voel je daar iets? Ja, wel iets zitten, ja. Wat dan? Ja, stapel geld en een paar reparatiedingetjes voor mijn auto, man. Oké. In je andere zak? Daar heb ik een flesje water zitten, een broodje van de Subway. In mijn achterzak heb ik nog een telefoon zitten, man. Oké. Dus je hebt niet heel veel spullen bij je om, zeg maar, iets te willen. Snap je wat ik bedoel? Meneer, u laat mij zoveel moeite doen om mij zo terug te pakken. Nee, nog even beseffen. Je hebt niet heel veel te zeggen. Kijk eens even naar NS. Trek dat ding eens even. Waarom noem je mijn fucking naam? Ik heb toch afgesproken net toen je fucking aankwam dat je mijn naam niet moet noemen, of wel? Sorry, Ennis. Zet die waggie voor de deur. Wat? Zet die waggie. Helemaal voor de deur, blokkeren! Nee, jongen, gewoon achterkant tegen de deur gericht. We moeten toch in één keer kunnen wegrijden? Niet, helemaal tegen de deur, maar een beetje naast de deur. Ga jij hem uitleggen wat hij moet doen, of moet ik het uitleggen? Ik help alleen, rustig. Ja, maar heb je een wapen? Nee, toch? Wacht, Pieter! Voel eens in je achterzak, je rechterzak! Ja. Voel daar iets? Ja, ik voel wel wat. Wat dan? Een telefoon. Ja, maar geen fucking ezer toch of wel? Stop met die kolenwaggie nu. Stop met die kolenwaggie voordat ik in. Goed zo, ga naar die winkel. Nee, kom jij. Hoppakee. Allebei op de grond gaan zitten, op de knieën. Hey, laten we kijken. Luister, waarom noem je mijn fucking naam? Waarom noem je mijn fucking naam? Luister dan, als je met mensen omgaat, dan gaat dat soms automatisch, ja? Ja, maar luister. Ja, ik luister. Ik heb tegen jou gezegd hoe je aankwam met een fucking boot, dat je me butler mag noemen, maar niet Ennis, bro. Niemand weet van mij dat ik je zo heet. Zometeen zegt hij tegen de politie, Ennis, we gaan ze kijken in het systeem en dan zien ze al die fucking dingen van mijn naam, bro. Bro, als je nog één keer fucking fuck the fuck tegen mij zegt, dan fucking je op. Fuck ga je daar tegen doen, man? Nee. Oké, laten we stoppen. We gaan dan overval doen. Laten we kijken of ik de kluis kan kijken, ja? Oh, hij is weer psychopathisch, jongen. 440 seconden. Oh nee. Die dino zit nog steeds in je. Welke Perry vogeldier is dit? Wat was dat dan? Vogeldier. Ga op de fucking knieën, jij. Wat is dit voor pak? Heat. Wat is heat? Jij wil heat volgens mij met mij. Rustig, jongens. Warmte. Dat is zo vloerverwarming. Luister dan, jongens. Ik ga jullie eens uitleggen. Dit is dus... Kom mee. Ik word gek. Kijk, jongens. Deze jongen, met dit soort dingetjes, wordt hij helemaal gek. Dan verandert hij in een dino. Dat wil je niet. Dus hou jullie gewoon rustig. Dan is er niet aan de hand. Beste, maat. Ja. Hier, mijn wapen. Ik ga die mensen schieten anders. Ik heb nu die kanon, luister dan. Je denkt dat dit een psychopaat is, dan heb je mij nog niet gezien, hè? Je vroeg wat mijn naam trouwens was, toch? Mijn naam is Ralf. En Ralf hier is... The fuck zijn dit nou weer? Dat is
volgens mij OVD. What the fuck is OVD, maat? Dat is, die komt bij overvallen, volgens mij. Wel OVD of niet? Ik blaas hem door zijn vader heen. Hè. Goedendag, kom maar binnen hoor. Goedendag. Goedemiddag. Goedendag. Meneer, avond. Goedemiddag. Is goed. Kan ik naar binnen komen? Je bent al binnen, maat. Je bent al binnen, maat. Vertel eens, wat zijn jullie aan het doen? Luister, nou, ik ga uitleggen wat we aan het doen zijn. Ja. Wij zijn... Oké, vertel. In principe niet heel veel aan het doen. Wij kwamen hier toevallig. Deze jongens wouden hier ons overvallen. En toen pakten wij de wapen af en toen hebben wij zeg maar de... Meneer, dat is niet waar. Maat, heb ik jou iets gevraagd? Okay. Ik blaas je door je hoofd heen, hè? Ik zeg alleen dat het niet waar is. Voel je je achterzak, wat heb je daar? Een telefoon. Niks, precies. Bek houden. Wel iets dus, een telefoon. Hey, meneer... Maar politie, oké, ja, ik ga even mijn eis opstellen. Ik wil deze man eraf halen die daar zit. Ja, dat gaan we toch niet doen, meneer. Ja. Dat gaan we toch niet doen. Laten we even rustig beginnen. Dus, jullie zijn bezig met de gijzeling en een winkeloverval, denk ik. Ah, zo zou je het kunnen zien, maar het ligt eraan vanuit welke... Ja, voor mij zie ik het zo. Vanuit welke kant je het gaat bekijken, snap je? Ja. Voor de rest nog ergens anders, hostetjes of niks? Ah, je mag wel even meelopen naar achter, hoor. Ik vind dat risky, man. Ah, gewoon, kom op, man. Alsof ik je ga schieten, man. Bro, je doet net alsof hij een bedreiging zei voor jou, what the fuck? Ja, eigenlijk wel. Nee, weet je wat, mijn eerste eis is, ik wil iemand anders, man. Je bakt er niks van, man. Ja, wil iemand anders? Is goed. Ja. Goeiedag, bro. Bewapend, hè? Ja, natuurlijk moet wat, toch? Ja, toch wil je even achterkijken, volstertjes. Ik hou voor de zekerheid mijn wapen vast, als je dat oké vindt. Ja, joh, hou hem vast. En ik hou krachtjes de poort ingedrukt voor het geval dat. Hier hebben we precies niks. Waarom lopen we dan achter? Ja, omdat jouw andere collega net zei van, hebben jullie niet meer hostetjes? Dus ik loop mee naar achteren, maar die collega van je, die durfde weer niet. Ja, dus, oké, snap ik. Ah, joh, niks aan de hand, joh. We zijn vriendelijk. Ja, ik voel me lekker warm hier, gezellig. Ja, je mag ook hier blijven, hoor. Ik neem aan dat jullie gegijzelden hier laten. Alleen we hadden nog even één vraagje. Een soort van half ijs. Iemand moet even een jerrycan even onze auto tanken. Is goed, ik ga zo meteen eventjes een jerrycan voor jullie ophalen of ik stuur even iemand heen om dat op te halen en dan geef ik jullie vanzelf groen licht, ja? Yep. Yes, 100. Boys, mag ik één ding aan jullie vragen? Ja hoor. Welke kant gaan jullie op? We gaan naar rechts. Ze zeggen dat ze naar rechts gaan. Heren, als jullie even iets minimaler in de porto kunnen praten, ga ik nu van 3 naar go tellen. Zijn jullie er al klaar voor, heren? Niet helemaal, maar... Wacht, voordat ik ga, mag ik iets vragen? Ja, tuurlijk. Oké, je hebt zeg maar, nu heb je WhatsApp en al dat soort dingen, toch? Ja. Maar vroeger had je postduiven, toch? Zeg wat? Vroeger had je postduiven, van die duiven die rondvlogen met brieven, toch? Ja, ja. Maar er waren ook gewone duiven. Maar waren het wel gewone duiven, of waren het werkloze duiven? Wat zeg je allemaal? Ja, werkloos man, denk ik. Oké. 2, 1. Succes! Succes! Niet rennen, nonchalant! Nonchalant! Start die ding! Jongens, gaat alles goed met jullie? Ik ga naar links. Hij gaat naar links. Oh, man. Oh, rustig rijden, man. Oké, ben je ready? Als ik zo meteen zeg in achteruit zetten, moet je hem in achteruit zetten, oké? Okay? Ik in mijn achteruit zetten? Jij moet hem zo meteen in zijn achteruit zetten, neef. Oeh. Gewoon, mijn auto. Ik hou de koppeling ingedrukt en jij zet hem in zijn achteruit. En waar ga je naartoe, nu, man? Nu. Zet hem in zijn achteruit. In zijn achteruit, wat? Wat? Oh, wat doet dit? Uit de auto. Jij bent zo verschrikkelijk. We zijn weg. Oh bro, wat was de bedoeling? Waarom zet hij hem zo laat in zijn achteruit, maat? Oh maat, wat doe je allemaal? We hebben nog eentje achter ons aan, hè? Oké. Okay. Maat, alsjeblieft. Maar... Oh! Oh! Water. Maat, rijden. Hoe gaan we hieruit komen? Oh, ik ben de NS. En ik heb goede idee. Nee! Oké. Wat? Peter gaat alles goed? Als het goed gaat, maat. Jij moet wegkomen, maat. En jij dan? Ik heb te veel pijn, bro. Ga jij met geld? Ik kan je niet achterlaten, neef. Ik ga iemand bellen. Hey. Ik hoor een zulu. Nee, joh, ze kunnen ons niet zien. We zitten onder een brug. Mieke. Ik heb je hulp nodig. De auto is ontploft. Snelweg, politie, achtervolging. Help, waar ben je? Help. Oké, iemand komt ons halen. Ik weet niet hoe ik hier levend uit ben gekomen, maar... Oh. Bro, ik werd die auto uitgeblazen, man. Ik stapte net uit en toen... Ik,
heb brandwonden, maat. Ik heb... Oh. Maar het begint te... Oh. Wat doe je? Ah! Ah, maat! Oh, we moeten weg! Vier! Maat, ik kan niet meer staan. Ik kan niet meer staan. Ik kan niet meer, ik kan niet meer. Mika, help. Peter, sta op. Ik kan niet meer gaan. Ik kan niet meer staan, maat. Ik ga proberen te dragen. Ik kan niet meer staan, ik kan niet meer staan. Oh, ja. Draag hem alsjeblieft. Yo, bro, gaat het? Nee, man, ik ben... Uit een brandende auto, ik ontplof alles, man. Oh, hey, boys, we tellen hem op bij 3. We moeten hem allemaal optillen, twee. Boys. 2, 1, ja. Ja. Lekker. Ziekenhuis. Peter, leef je nog? Ja, ik voel me niet goed, man. Jongens, met spoed Ambu, met spoed Ambu. Ja, komt er binnen, meneer, komt er binnen. Wat is er aan de hand? Twee mensen. Twee mensen. Komt er bij mij. Twee mensen. Ja, blijf, helpen. Mijn knie, brandwonden. Hé, snel, snel. Brandwonden, kom binnen, snel binnen. Die zijn. Boys, ik heb op dit moment nog een staal op zak, man. Shit, man, waar zit die, man? Moet ik hem even van je pakken? Ja, toch, pak hem even, man. Oké, okay, wacht, waar zit die? Bij mijn ballen. Ik trek eerst zijn broek uit. Iemand zoeken, dat is makkelijker. Hey, dat kiet op. Ja, trek even zijn broek uit, want dit gaat niet worden. Slecht nieuws, je been is even brand. Tweede graad, derde graad brandwonden. Ik ga wat ik nu kan doen, ga ik redden. Ik hoop dat het alles goed komt. En eventueel moet ik dan een huidtransplantatie doen. Oh, nee, toch. Ik heb een cleave moeten maken. Ik heb gedeelte van de dijbeen kunnen redden. Gelukkig was het niet zo erg. Oh. Het scheelt. Het gaat wel genezen, maar het zal voorlopig inderdaad pijnlijk zijn. Uit de zon blijven. Oh, en, hey, gaat het goed. En een beetje vochtig houden. Is goed, man. Is goed, man. Ja. Bedankt. Ik ga je helpen met deze collega. Maar je even een rolstoel zetten en dan kan je weer verder. Oké. Okay. Oh, kom. Au, 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 pijn. Kijk nou uit. Oh, oh, au. Ah, ah. Sorry. Ik heb niet echt controle nog erover. Rustig achteruit, ja, rustig, brugje, ja. Deur is open. Hé, mooi. Papa, hé, heren. Heren, hartstikke bedankt, man. Hé. Hey. Ik kom hier omhoog. Ja. Komt u maar mee, meneer. Verder. Oh, ja. Sorry. Oh. Ja, hoor. Sorry voor jou. Oh. Heren, bedankt voor de schrijf. Heren, voorzichtig, ja. Hé, hey, jongens. Ja. Fijne avond. Oké, weg hier. Hey, Mika, waar breng je ons heen? Ja, we gaan jullie even afdroppen, man. Ik kan voor de rest niks met jullie te maken hebben, toch? Kun je afdroppen, maat? Ja, ik kan voor de rest echt niks met jullie te maken hebben, man. Fuck. Ah, man, jij heeft ons geholpen, man. Maar het komt goed, man. Het komt goed. Mijn fucking naam niet, jongen! Oh, Peter. Oh, maar wat? Je noemt mijn naam. Pijnes! Waarom noem je mijn fucking naam? Hoezo noem je mijn naam? Ja, fuck jouw naam. Mijn naam is Heten hier, jongen. Denk je dat mensen hier geloven dat jij Badahari heet? Ja, gemeentehuis geloofde. Dat is genoeg, toch? What the fuck, man? Aparte gast. Oh, aparte gast. Hey boys, wat roepen jullie hier, toch? Kom maar, leg eens hier. Man, die morfine werkt nog een beetje, man. Hey boys, thanks, man. Ik ben mijn broek ook nog vergeten in die fucking dingen, man. Fuck. Hey, ik heb wel 4 ton, hè. Dat is nice. Wow, ik denk dat ik even hier ga liggen, man. Ik ben moe, die morfine, man. Ik ga slapen, maat. Kan niemand ons zien ook. Slaap lekker, bro. Nee, slaap lekker.